Hallo allemaal, ik ben Daphne en ik heb het boek 13 van Pieter Aspe gelezen. Dit is een misdaadroman waarin commissaris Van In en Versavel een moordzaak proberen op te lossen. Het boek gaat eigenlijk over twee gebeurtenissen. Enerzijds heb je commissaris Van In die op het punt staat om met zijn verloofde Hannelore te trouwen. En anderzijds gaat het boek over een moord die gepleegd is in Blankenbergen. Bij de start van het onderzoek treft commissaris Van In een visakaart aan op het lijk van het slachtoffer. Hierdoor denkt hij de identiteit van het slachtoffer te weten. Maar wanneer even later blijkt dat deze man nog springlevend is, raakt hij helemaal de kluts kwijt. Pas wanneer deze man echt dood teruggevonden wordt, beseft Van In het spel dat de moordenaar met hem aan het spelen is. Bij elke moord worden er hints achtergelaten die erop wijzen wie het volgende slachtoffer zal zijn. Maar toch slaagt Van In er niet in de misdadiger op te pakken. Dit leidt tot grote frustraties, zeker wanneer alles erop wijst dat hij het volgende slachtoffer zal zijn. Als je wil weten of Van In erin slaagt de misdadiger op te sporen en rustig in het huwelijksbootje kan treden, moet je het boek zeker eens lezen, want ik kan jullie verzekeren dat het echt een aanrader is. Wat ik zo leuk vond aan het boek was dat het heel spannend was. Het was minstens even spannend als kijken naar de serie op tv. Dit komt omdat je de gedachten van alle personages kent, onder andere die van de moordenaar en van commissaris Van In. Hierdoor wil je hem waarschuwen en raak je helemaal opgeslorpt in het mysterie. Bovendien bevat het boek ook heel wat humor en zijn de personages bekend. Voor je het beseft, heb je het boek al uitgelezen. Dus ik wens jullie veel leesplezier.